mensen van YouTubers en welkom weer in Euromagic. En vandaag beginnen we met het andere park. Even volume was achter zitten, want ik weet niet of ik me anders versta. We hebben Torpenpark al gehad. Alleen nog niet helemaal, want er zijn nog attracties op komst. Maar we zijn nu bij Alton Towers. Ook een pretpark in Engeland. En deze attractie staat hier al. Een decoratiestuk van een achtbaan die hier heeft gestaan. Of juist nieuw is, een van de twee, maar het staat hier. Vekoma. Ja. Maar ik denk dat dit een aandenken is van een dubbele schroefachtbaan. Ja, het is lief bij mij. Ja. Hier wordt nog Halloween gevierd, maar dat gaan we eens vol negeren nu, want Halloween is. Nee, ook niet. Het Halloween is afgelopen, ja. Wat moesten we weer schrijven? Status. In Torpenpark hebben we iets gemist. Kijk, we kunnen op status drukken en zo kunnen we warpen naar elke attractie. Dus dat maakt het nu een stuk makkelijker. Ja, inderdaad, mensen van kanaal Egel Gilven. En we beginnen bij Wickerman. Ik heb niet de indruk dat er hier veel attracties zijn die nog. Wow! Kom maar, Wickerman, kijk boven nu! Oh nee. Oh joh. Als zo'n skilift, jongen. Let's go, mensen. Ik denk dat in Alton Towers alle attracties open zijn. Ja, van koffie worden hipper. Is het een voorshow? Wat? Wat is het? Moet je erin? Kom erin, kom erin. Huh? Wacht, skip. Pre-show, dat wil ik wel doen. Jongen, waarom? Fuck voorshows. Even, jongen. Ja, en dat ze dan zelf afkomen. Wat kan hem doen, Daniel? Een houtachtbaan en we zullen eens opzoeken. Ja, ik ben de naam weer kwijt, maar. We zullen eens opzoeken wat het is. Van wie. Ah, het zit weer in de muur met mijn bakjes. Ja, ze mogen dat weer wel wat ruimer maken. Dat is iets waar ik altijd op ruiken. Wickerman. Pre-show in de houtachtbaan. Dit belooft een nice baan te worden, want het is er een van Great Coaster International. Ja, maar we hebben niet goed nagebouwd. Ja, is dat model nu scheef? Maar wij zijn wel goed, alleen kleine karretjes. Ik heb de indruk dat. Er staat ook van voor de kar Alton Tower Resort. Het is wel een redelijk. Kleine type, volgens mij, maar zie je zo smal, jongen, wat de fuck kun je hiermee doen? Allee, we zien geen knoppen. Dat is wel een Great Coaster International kwaliteit. Een beetje Harry the Ride zo te zien, niet hoog. Lengte is 795. Dat is voor een houtachtbaan redelijk kort. Ja, ik vind die van ons beter. Ja, dat is wel een nice melody effecten. Ja, nee, ik vind die van ons inderdaad beter. Maar wij hebben ons gefocust op de beste houtachtbanen. Dit is zo'n beetje een kleiner type. Mm-hmm. Ze moeten daar eens wel ruimer maken, man. Ja. In tijd zijn je kop kwijt, man. Maar je ziet, die baan is ook heel smal, hè. En zo simpel gemaakt. Wel een nice car. Mooie modellen, maar de banen zijn een beetje. Ja, ik vind de baan niet zo goed gemaakt. Nee, maar de modellen wel, mensen. Ja, heel goed. Oké. Okay. Heel goed gedaan. Alton Towers heeft veel achtbanen staan, dat weet ik wel. Hoeveel rijden doen we in één video, Danny? Totdat we denken dat het te veel wordt. Oké, okay, de next ride is de Smiler. Ik heb even gezegd dat ik. Ja, de Smiler ken ik. Dit is. Een van de achtbanen met de mainstream versies die er zijn. De Smiler. Wel heel smal, kijk maar, die zitten vlak in elkaar. Ja, dat is gelukkig als bij ons, hè. Ik zie of mijn arend gaat lachen op het einde van de rit. Want mijn skin is nogal zuur altijd. Weer al zo krap. Oh ja, hier is het Battle Roll. Ja, dat is wat ik bedoel, hè. We starten direct inversie en we stoppen weer. En nu gaan we stijl omhoog. Ah ja, dat is een smile-attractie. Is het stijl omhoog?
Nee, het is niet stijl omhoog. Ik denk dat er nog af aankomt, zoiets. Ja, kijk, daar gaan we stijl omhoog. Ah ja. Ja, dat is niet voor mij. Hahaha. Jongen, wordt continu gelachen, jongen. Is zo, jopla, jongen. Eén inversie naar de andere, ja. Geweldig. Ja. Jij zit degene die zegt, in een attractie moet je geen inverse hebben om leuk te zijn. Kijk maar naar daarom. Ja, dat is ook zo, dat moet niet. Zie je, hopla jongen, continu over kop. Ja, je ziet wat voor producten we hebben, de mensen. Ja, dan komen we in de remmen. Hier staat heel halfway, ah, de helft. Ja, halverweg. Ja. Zie ons gaan, mensen. Als we bij 5 gaan, dan zit onze kont in de lucht. Jopla. Ah, we gaan niet staan naar beneden. Oh nee, dat niet. Maar ja, het is stijl omhoog, dat ga je niet gaan net. Ja, ik weet het maar. Cobra roll, jongen, alles. Even zien wat, hoeveel... Hoop je nog een draad te zie, kijk eens jongen, deze achtbaan gaat 14 keer over kop. Nice. Is zo wauw. Dat is eentje die je niet 10 keer aan elkaar kunt doen. Ik weet niet zo. Als hij heel vloeiend rijdt, dan kun je dat de hele dag blijven doen. Oh nee, dat is niet uit. Next ride, Danny. Ja, we zullen maar gewoon warpen. Dit is een voetbal. Hé, hey, kijk hier, een meter. Oh ja. Mag je er erin? Nee. 1,4 meter moet je er zijn. Maar heel veel zitplutsen. Ja, nu ook, maar ik zat al juist. Oh, hij is niet zo hoog precies. Ah, deze heeft ook maar 2 rijen. Oh, ik heb $2000 gekregen van iemand random. Kun je de car bukt een beetje. Hoe random, ik heb gewoon free gekregen. Maar don't look down. Oh, what the fuck? Dat is dicht. Ah nee, laat maar. Maar het is een klein gat. Ja, het is eigenlijk gewoon die val. Denk ik. Het bukt er redelijk hard. Zie, dit is het letterlijk al, ja. Ja, zeg maar, stelt niks voor. Dat heb je vaker bij de divecoaches. De baron is nog redelijk uitgebreid voor zijn tippen. Ja, die heeft een G-roll, een helix en een immelman. Kraken die heeft... Ja, Kraken die heeft enkel de val, splash effect, immelman, een paar één item en klaar. Maar deze heeft letterlijk niks. Ik weet niet wat, dit is een hangende. Spinning coaster denk ik. Front row, nice. Oh, ik heb verder boven in te stappen. Oh, nee, is het een. Nee, het is geen spinning coaster. Het is een gelanceerde achtbaan. Godverdomme, op de eerste rij, please. Ik denk dat dit een beetje Desert Race is. Gelanceerde achtbaan. Oei. Hoe kan dat, hè? Hoe kan ik er nog uit ben gegaan? Ja, ik denk dat dit zoiets is als de Desert Race. Gelanceerd achtbaan, maar het stelt niks voor. Alton Towers is trouwens ook een Engels pretpark en daar zijn ze ook heel erg streng op filmen op de achtbanen, attracties. Ja, het stelt niet veel voor ze. Alhoewel, we zijn nog niet klaar. Ik ben ook weg. Toch, het ziet er niet zo'n highlight uit. Waarom is die baan opeens een andere kleur? Nee. Nee, dit is... Nee, dit is... Dus was niet zo'n vette. Maar ik zie daar... Ik zal er wel tof staan, hè. Ik zie dat... Nee. Ook in dicht zal dit het tegenvaller zijn. Het is wat ik zei, dit is zo'n beetje gelijk Desert Race in Heidepark. Niet zo speciaal. Hé, hey, Daniel, daar is hem, hè? Ik zie daar ook een zwarte achtbaan van ons. Oh, hij gaat dragen, wat is dat? Maar oké, dan was dit Alton Towers voor de eerste keer. Jo, ja. Jonas kan nog even genieten. Ja, dit is een oude, denk ik, want die zijn al bordjes, dat zie je. Weet je wat, volgens mij is die zelfs precies hetzelfde als Desert Race. Die ga ik ook eens opzoeken als buiten de video. Ja, maar dit was Alton Towers weer, dus tot de volgende video en ciao! Love it.